Dan gaan we naar haar toe, hè? Dan straks gaan we dan naar... Hi schat! Hi! Nou, ik zit nu... Oh, mijn hele lens is helemaal vies. Wacht even hoor. Ik heb een maandverbandje om het schoon te maken. Goed zo. Zo. Is de lens goed? Dat ze ons goed kunnen zien? Ja, we zullen eventjes checken, ja. Oké, okay. Hallo. Nou, ik ben vandaag in Maastricht bij Soraya en de hele Mikmak. En Soraya is een goede vriendin van mij en ik heb haar leren kennen toen ik 13 jaar was. En toen sloeg ze op de deur en toen dacht ik eerst dat ze me wilde verkrachten. Doe open, schreeuwde ik de hele tijd. Maar ze wou niet open doen. Ze wilde alleen mijn wenkbrauw even goed bekijken. Nou, we zijn al onderweg naar... Naar wie zijn we nu? Naar Vic. Victor. Victor met dat dikke pik. Victor. En Victor heeft een hele grote big bamboe. Dus daar ga ik dadelijk eventjes naar kijken. En dan zeg ik heb lul in de mond. Oh, ik ben het filmen. Oh. Nou ja, in ieder geval, we zijn aangekomen hier. Dit is Piet. Piet. En ja, dat wordt geknipt, schat. Okay, maak je geen zorgen. Dit erin. Hey, Louisa. Gisteravond op televisie. Ja, ik zag het, ja. Mijn beste kijkers. Ja, elke week. Elke week, ja. Oh, interessant. Ik wist even 10 minuten zeggen. Ja, ik vroeg eerst even, wat kom je hier doen eigenlijk? Oh, nou, ik ben hier in Oh, wow. Ja. En dat heeft mij een goede angst van moeten brengen. Ik ben eigenlijk voor haar op bezoek gekomen. Maar we hebben er een meer in de dicht van gemaakt. Oké. Okay. Vier feestjes die al daar aan de houden zijn, dus aantal mensen. Ik weet het niet, ik hoop. Oké. Okay. Nou, dan filmen we dat in ieder geval alvast even. En dan ga ik meteen even waarom hier dan. Oké, okay, nou, leuk. Nou, leuk. Leuk toch? Ja, in mijn wederhelft hier is thuis, want ik heb morgen opnames. Iets anders nog. Ja. En ik zijn er niet in. Goed. Zullen we eerst gewoon even de Mean & Reed filmen? Ja? Ja! Sissy, that walk! Take a look, darling. Take a look. Nou, dat was dus de regenboog zebrapad. Maar volgens mij als we daar overheen lopen, hebben we voorrang. Toch? Absoluut. Ja. Dat bedoel ik. Oh, dat zijn wel diepe stenen hoor. Man, wat is het hier? Maak het gewoon even in de zon. Wat zou je stappen doen? Nou, als er een Douglas is, ga ik even parfumereren. Ik ga de Chanel Chance afsluiten. Ik heb lucht. Met die een kop. En lekker een beetje. Ja? En als we dan komen, dan zeg ik, wie kan ik je halen? Hey, Douglas! De wat? Douglas! Douglas! Nou, we gaan dus naar Douglas. Chic, hè? Die maken niet met deuntjes van binnen. Nou, ik wil alleen even opspreken, want ik zweet met een tyfus. Oké. Hallo. Hoi. Ik maak nu een kort film, dus dan bel je zo wel. Oké. Hier is Chanel. Chanel, aan deze kant. Ja, kan wel. Wacht ze weer. Ik moet ze weer opnieuw hebben. Heb jij al gesprek? Ja,
gratis. Jenna doet deze af. Oh. Nee, deze af. Jenna doet deze af. Zo. Nou, we zitten hier nog steeds op het Vrijthofplein, toch? Zeg ik het goed? Ja, Vrijthof. Op een Vrijthof. Goed, op een Vrijthof. Met allemaal gezellige mensen hier. Hi. Hi. Oh. En we hebben hier ook een prachtige dame. Janine. Jenna. Oh, Jenna. Jenna. En ja, onze Soraya natuurlijk. Soraya, ja, ik ben ook teut hoor. Ik ben nou krokant aan het worden, zoals jullie kunnen zien. Het is nou aan het breken. Maar ja. Nou, er waren allemaal mensen hier op de foto. Ik kon ze op één hand tellen. We hebben ook een heks hier, kijk. Doe nog eens lachen zo. Ik dacht dat ik een verschrikkelijke lach had, maar deze doet de deur dicht. Oh. Eten. Nee. Schat, ik zit net te vertellen dat ik een pens heb en dat jij een mooie figuur hebt. Kom ik aan de aangespoelde walvis en dan willen ze me vlammetjes gaan voeren hier. En dan zit ik vanavond in de trein op de wc te scheten. Dag het niet, hè? Wat zei je? Dat is een ametien verdwenen. Een brand met een poepertje. We'll be right back.
Yeah.